Ik fotografeer al jaren vogels. Maar wat neem ik allemaal mee als ik op pad ga? In deze video laat ik het je zien. Allereerst wil ik natuurlijk beginnen met de camera. Nou, op dit moment film ik er alleen mee, dus ik kan hem je niet laten zien. Maar dat is de Canon EOS R5. Ik heb deze camera inmiddels al 4 jaar en hij bevalt me echt ontzettend goed. Hij heeft een super goede autofocus, een snelle buffer, dus ik kan veel beelden per seconde schieten. En daarnaast een hele hoogwaardige full-frame sensor. Mij bevalt hij echt super goed. En inmiddels is wel de opvolger al bekend geworden, dat is de R5 Mark II. Nou, die ga ik binnenkort testen, dus ik ben benieuwd of die nog beter is dan de R5. Dat zal natuurlijk wel, maar ik weet nog niet of ik ga upgraden. Ga ik op pad, dan maak ik heel vaak gebruik van deze lens. Dat is de Canon EF100-400. Dat is een lens voor spiegelreflexcamera's. Die heb ik namelijk ooit gekocht toen ik nog met de 1D-serie werkte. Daar heb ik ook jaren mee gewerkt. Maar deze lens gebruik ik nog steeds. En in combinatie met de RF-EF mount adapter, ja, die zit alleen nu op dit moment ook op mijn camera, werkt die heel goed met de systeemcamera's van Canon. Mij bevalt die combinatie ontzettend goed. Dus ik merk gewoon dat ik een supersnelle autofocus heb en dat ik deze lens nog steeds kan gebruiken. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg fotografen die upgraden naar de 100-500 mm. Nou, dat zou ik ook nog een keer kunnen doen. Ik heb de 100-500 ook getest. Maar ik moet wel bekennen dat deze lens mij nog steeds ontzettend goed bevalt. Op 400 mm heb ik namelijk een diafragma van 5.6. Waardoor ik mooie onscherpe achtergronden kan krijgen. En hij is ook super snel en super stil. Dus eigenlijk heb ik nog geen noodzaak gezien om hem te upgraden. Nou, naast de lens, naast de camera, heb ik ook best wel wat accessoires altijd mee op pad. Nou, hierbij een aantal voorbeelden en een aantal producten die ik altijd bij me heb. Allereerst een neckstrap. Ik gebruik niet de originele neckstrap van Canon. Die vind ik namelijk niet heel erg fijn zitten. Dus ik heb hem vervangen door eentje van Black Rapid. Die is wat zachter. Die heeft een wat betere cover eigenlijk voor mijn schouders. Waardoor het een stuk fijner draagt. De camera heb ik dan naast me hangen. Met de lens eraan. Ik kan heel snel schakelen. En is een stuk fijner voor mijn nek. Dus zeker een aanrader. En al deze accessoires gooi ik trouwens ook nog even in de comments. Dat je nog rustig na kan kijken wat ik allemaal precies bij me heb. Nou, en dan in de camera plaats ik natuurlijk geheugenkaarten. In mijn geval de R5 heeft de mogelijkheid voor 2 geheugenkaarten. Ik gebruik de CF Express type B kaart. In dit geval heb ik een 512 gigabyte kaart. Nou, dat is echt meer dan genoeg voor mij om genoeg foto's te schieten als ik een hele dag of een hele week op pad ben. Daar kan je echt wel eventjes mee vooruit. De tweede kaart die erin zit is een SD-kaartje. En dit is eigenlijk de snelste kaart die ik kon vinden. Nou, die is van Sony, niet van Canon, maar om eerlijk te zijn maakt me dat ook niet zo heel veel uit. En dit is een hele snelle kaart, want deze leest met 300 MB per seconde. Maar nog belangrijker, hij schrijft met 299 MB per seconde. En dat is wel even een tip als je een geheugenkaartje koopt. Kijk naar de schrijfsnelheid. Vaak zeggen ze dat hij heel snel is en hebben ze het over lezen. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan. Je wil juist dat je foto's zo snel mogelijk weggeschreven worden. Dus kijk goed naar die schrijfsnelheid. En die kaarten van Sony die zijn echt super snel. Die zijn ook net iets dikker dan andere kaarten. Dus dat kan ik echt van harte aanbevelen. Daar kan je heel veel, heel snel mee wegschrijven. Nou, naast de geheugenkaarten maak ik natuurlijk gebruik van accu's. Ik heb meerdere accu's altijd bij me. You never know. Je wil niet zonder stroom komen te zitten. Ik heb de originele accu's van Canon. Maar ik heb ook no-names. In dit geval een Yupio accu's. Voor de prijs van een originele koop je 2 nep accu's of Yupio accu's. Wel moet ik zeggen dat mijn ervaring is dat de Canon accu's langer meegaan. Ondanks dat de capaciteit van zo'n no-name hoger is, hè, die hebben meer milliampère, gaat de Canon toch langer mee. Dus zou ik het nu opnieuw doen? Ja, sorry, dan koop ik toch denk ik weer gewoon originele accu's. Je doet er immers toch echt jaren mee. Ik heb iets van 6 accu's. En daar doe ik al 4 jaar mee. Dus dat is ook meer dan waard geweest, die investering. Nou, naast de geheugenkaarten en de accu's heb ik altijd een zakmes bij me. Ik vind het heel fijn om toch eventjes iets bij me te hebben met een schroevendraaiertje. Hier zit namelijk ook een platkopschroevendraaiertje op. Handig voor als ik mijn lensplaatje wil wisselen. Nou, er zit een mesje op. Er zit zelfs in dit geval een tangetje op.
waardoor ik ook heel eenvoudig eventjes wat dingetjes kan fixen als ik onderweg ben. Stiekem gebruik ik hem toch meer dan ik aanvankelijk dacht. Altijd handig om een Zwitserse zakmesje in je cameratas te hebben. Let er alleen op als je op vakantie gaat en je gaat met het vliegtuig. Laat hem dan eventjes thuis. Het zou zonde zijn als je moet inleveren. Naast het zakmes ben ik ook nogal fan van karabijnhaken. Vind ik altijd handig om iets aan te hangen. Is het niet een tasje of is het een flesje of wat dan ook. Zorg er altijd voor dat je net eventjes iets makkelijks mee kan nemen. Dus die zit bij mij altijd, hangt die aan mijn cameratas. Nou, en om ervoor te zorgen dat mijn lens goed schoon blijft, maak ik ook gebruik van cleaning tissues in combinatie met lensdoekjes. Dan kan ik namelijk gewoon heel fijn eventjes de lens schoonmaken. Want stel je hebt een keer een vette vinger op de voorkant van je lens zitten, ja, dan zie je dat misschien niet meteen terug in je foto's, maar in de nabewerking wel. Dus neem altijd even een lenspouch, een lensdoekje mee, zodat je je lens goed schoonmaakt, lekker stofvrij houdt en daardoor geen onscherpe foto's krijgt. Vervolgens heb ik ook altijd wel even wat visitekaartjes bij me. Voor hetzelfde geld kom je nog iemand tegen. Wil je even wat contactgegevens uitwisselen? Nou, in mijn geval laat ik ook vaak even mijn site zien. Kunnen ze de foto's zien die ik heb geschoten. Dus een paar visitekaartjes heb ik eigenlijk altijd bij me. En ik heb altijd een potje bukbalm bij me. Ik loop veel in de natuur. Nou ja, daar komt het wel eens voor dat er wat muggen zijn die graag mij te pakken willen pakken. Dit is een potje uit Nieuw-Zeeland. Is gewoon een natuurlijk potje wat ik gewoon opsmeer, wat de muggen wegjaagt. En zorgt ervoor dat ik niet onder de rode bultjes kom te zitten. En daarnaast is ook niet zo'n vreselijke geur dat je er gek van wordt. Dus voor mij erg praktisch en handig om mee te nemen. Word je overvallen door een regenbui? Ja, dan heb ik toch eigenlijk altijd wel een regenhoes bij me. Nou, dit is een grote groene duurzame hoes die ik eigenlijk al jaren gebruik. Maar er zijn ook wegwerphoesjes. Daar heb ik jaren geleden ook een setje van 2 van gekocht. Nou, je ziet het, ze zitten nog steeds in een verpakking. Ik heb ze nog steeds niet gebruikt. Omdat ik altijd die groene gebruik. Maar het is wel handig om bij te hebben. Want ook met regen kan je hele mooie foto's maken. Hè? Die regendruppels zorgen ervoor dat je toch wel een mooi effect krijgt in je beeld. Dit is gewoon een wegwerpsetje voor het geval dat je dus toch iets mee wil nemen. Maar ga je voor de lange termijn, dan kan ik zeker gewoon zo'n duurzame hoes eenmalige aanschaf en je kan hem altijd gebruiken. Vervolgens heb ik in mijn auto eigenlijk altijd gewoon een theedoekje liggen. Stel ik ben overvallen door een regenbui, dan kan ik even mijn lens en mijn camera afpoetsen. Dan weet ik zeker dat ze droog zijn en niet nat de tas ingaan. En zorgt alleen maar voor dat je langer doet met je apparatuur. Dus zeker een aanrader voor in je auto. Nou, last but not least, die zit dan wel meer in mijn broekzak. Maar dat is een telefoon. En ik gebruik namelijk heel veel de app Merlin Bird. Dat is een hele handige app waarbij je heel eenvoudig kan horen en zien welke vogels bij jou in de buurt zijn. Je start de app op. En vervolgens gaat de app met jouw telefoon luisteren wat hij allemaal voorbij hoort komen. Dus hij luistert naar de geluiden van de vogels en zal ook aangeven, hey, ik hoor nu een vinkje of ik hoor nu een ekster of ik hoor nu wat er ook in jouw buurt is. Ontzettend handig, want op deze manier kan je heel handig leren, heel snel leren welke vogels in jouw omgeving zijn. Om vervolgens ook zelf natuurlijk die geluiden te leren kennen, zodat je die app uiteindelijk niet meer nodig hebt. Maar het is wel heel praktisch. En als laatste heb ik eigenlijk altijd een flesje water bij me. Is toch wel handig, gewoon eventjes een flesje water als ik dorst heb. Nou, en vind jij het stiekem nou ook leuk om zo'n flesje voor mij te hebben? Laat dan eens een reactie achter hieronder in de comments. En de eerste 15 reacties achterlaten. Ja, daar ga ik gewoon een flesje onder verloten. Dus er wordt één gelukkige winnaar getrokken en die krijgt zo'n flesje thuis gestuurd. Nou, dit waren alle belangrijke spullen die ik eigenlijk altijd in mijn cameratas heb zitten. Ik zal uiteraard een aantal linkjes plaatsen hier in de comments, zodat je kan zien wat het precies is wat ik altijd meeneem. En mocht jij nou zelf een goede tip hebben voor mij, wat hier ontbreekt, ja, laat dat dan zeker eventjes weten. Dan ga ik daar ook eventjes naar kijken.